te vieren. U hebt nu echt mooie koffietijd, hè? Dus we gaan nu lekker een kopje koffie drinken op een mooie dag. Het is vandaag de dag voor Koningsdag. En volgende morgen is onze koningjarig en dan vieren we traditioneel onze Koningsdag. Maar vandaag is het traditioneel, de dag ervoor, is het lintjesregen. Lintjesregen is toch een hele bijzondere gelegenheid, want daarin, op lintjesregen, worden mensen in het zonnetje gezet. Mensen krijgen een koninklijke onderscheiding doordat ze zich jarenlang vrijwillig hebben ingezet voor onze samenleving. En dat niet onopvallend is gebleven, en het moet echt zo zijn, door anderen. Het is denk ik heel bijzonder dat wij vandaag deze mensen in het zonnetje mogen zetten. We hebben in Helmond traditioneel getrouwd en we hebben best veel mensen die ik jaarlijks een koninklijke onderscheiding mag uitreiken. En u mag weten, als burgemeester van Helmond, met een stad die zo kenmerkend is voor het vrijwilligerswerk wat hier gedaan wordt. Zoveel mensen die de stad samen met mij, met het college, dragen om een stad te worden van ons allemaal. Van ons allemaal, want we kunnen het nooit allemaal alleen. Dat zijn de mensen, het zijn mensen altijd van onze samenleving. En dat zijn al die vrijwilligers. En dan zijn er vandaag een aantal die ik een koninklijke onderscheiding mag uitreiken. Op deze plek mag ik er 5 uitreiken. Zeg ik dat goed? Of 4? 5. 4. Hier 4. 4 uitreiken. En totaal is het zo dat ik er 20 mag uitreiken in de gemeente Helmond dit jaar. En dat moet ik, en dat heb ik de afspraak met de koning, en dat moet ik doen voor 12:00. Vandaar dat ik vanochtend om 8:30 al begonnen ben. En ik doe het op een aantal verschillende locaties, omdat ik het ontzettend fijn vind om in een wat persoonlijkere setting met elkaar hier zo bij elkaar te zijn. Want als ik ze allemaal bij elkaar, dan is het massa. En wat is het mooi, en zo zit ik ook in elkaar, om het persoonlijk en kenmerkend te doen, echt even goed stilstaan bij die mensen die zo het verschil hebben gemaakt in de afgelopen tientallen jaren vaak. En dan denkt u, ach, we vragen even zo'n koninklijke onderscheiding aan en dan hebben we het. Dat is allerminst waar. Het is een lang traject wat er gelopen gaat worden. Ik schets u heel kort even hoe zoiets gaat. Iemand in uw omgeving, weet u trouwens wie het is? Dat is een grapje. Iemand in uw omgeving vraagt een koninklijke onderscheiding aan. En dat gaat naar de burgemeester. Ik krijg daar een verzoek voor. En bij dat verzoek geef ik uiteindelijk een advies. Er moeten strenge criteria waaronder je in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding. Dan geef ik dat advies door aan de commissaris van de koning, de weer van de Donk van Brabant. Want die moet dat namens de koning bekijken. En die kijkt er ook overheen. En die kijkt of ik objectief genoeg ben geweest of iemand die KO kan krijgen. De commissaris geeft dan ook een advies. Dat advies gaat naar het kapitel voor de civiele orde. En dat is een staatscommissie onder leiding van Jaap Hoop Scheffer. Die heel streng kijken of wij alle criteria en alle voorwaarden voor een koninklijke onderscheiding toegepast hebben bij zo'n toekennen van een koninklijke onderscheiding. Dan gaat zo'n kapitel een advies geven aan bijvoorbeeld als u actief bent geweest op cultuur aan de minister van cultuur, als u actief bent geweest op sport aan de minister van sport, en dan geeft het kapitel een advies aan de minister of die wel of niet voor een koninklijke onderscheiding aan aanmerking komen, en dan pas geeft de minister een definitief advies aan de koning. En dan zijn we een jaar, meer dan een jaar verder om dit helemaal rond te breien. Maar dat betekent, dames en heren, voor de mensen die ik hier vandaag een koninklijke onderscheiding ga uitreiken, de 4 die hier zitten, zijn we al een jaar bezig over u, of het wel kan of niet kan. Dus u bent al een jaar onderwerp van gesprek. Terwijl u misschien zelf niet eens wist wat u het was. Dames en heren, ik zeg zo, een stad, mijn stad, geen stad zonder vrijwilligers en geen Helmonders zonder uw inzet. Allereerst vraag ik al applaus voor al die inzet die u. Dan dacht ik dat ik een koor zou krijgen. Koor?
koor? Oh, het koor heeft net gezongen. Maar eigenlijk hebben we niet mogen horen. Dat hou ik nog even leven. Ja, in ieder geval. Jawel, even twee zinnen. Nee, ik heb helemaal niet veel tijd om eens even. Zing eens een paar jullie hebben de muziek nodig. Schiet toch heel. Ja, wacht, ik moet een spijt hebben. Dit is de Barbershop Tour, Southend komt van Barbara Gals. Barbara Gals uit Eindhoven. Zingt u heel even een. Wie is de leider? Hadden ze nou gezongen of niet? Nee, sommigen niet. Sommigen hebben niet. Even een klein stukje. Die paar minuten kunnen we hebben. Ik moet toch dirigeren. Ik hoef het wel. Begint u maar. Uitstekend kunnen zingen met zo'n wandelvierdaagse, dat is die combinatie natuurlijk helemaal prachtig. Mevrouw Vink, Leonie en uw echtgenote Martin Raasveld. Ik denk dat dat prachtig is dat we hier met elkaar op stilstaan. Ik ga even wat van uw verdiensten melden.
In 1993 trad u mevrouw Veen toe tot het uitvoerend comité van de Stichting Vierdaagse van Nijmegen. Dat is 26 jaar geleden. Al jaren is dit een van de grootste internationale publiekstrekkers van heel Nederland. Zo'n 45.000 lopers uit zo'n 90 landen nemen hier aan deel. En al snel werd u zogeheten hoofd van dienst. Vol overgave stort u zich tot en met 2017 in deze vrijwillige, leidinggevende functie van ongeveer zo'n 100 vrijwilligers. U was een van de sleutelfiguren tijdens dit evenement. Als diensthoofd had u een verantwoordelijke rol bij de start en finish en had u de zorg voor de aan u toevertrouwde vrijwilligers. Dit vraagt een enorme inzet gedurende geheel vele jaren. In 2012 werd u, mevrouw Vink, daarbij ook nog voorzitter van de vereniging Gouden Kruisdragers, waarin ieder die 10 keer de Vierdaagse loopt, lid van kan worden. En ik heb me laten vertellen dat dat ongeveer 3700 leden zijn die 10 keer de Vierdaagse hebben gelopen. Vele trouwe wandelaars voelen zich mede door mevrouw Vink gehoord. Je zou kunnen zeggen, ik ben echt zo'n luister, Vink. Sinds 2019 bent u ook nog de vertrouwenspersoon bij de Stichting Vierdaagse en de Koninklijke Wandelbond Nederland. Met name voor vrijwilligers die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. U volgde hiertoe zelfs een speciale opleiding. Daarnaast doet u nog wat anders. Als taalcoach begeleidt u mevrouw Vink sinds 2015 anderstalige vrouwen binnen de LEF-groep in Helmond ten einde onze taal beter te leren spreken, lezen en schrijven. De LEF-groep prijst uw taalkundige en doorzettingsvermogen. Mevrouw Vink levert, zoals u heeft kunnen horen, een belangrijke bijdrage aan het Capello Zingend Barbershop Koor. U verzorgt ook sinds 2007 op voortreffelijke wijze de choreografie, de organisatie, het regiewerk en de PR. Voor de organisatie van het koor en bij de optredens is u een hele belangrijke, maar vooral een onmisbaar koorlid. Mevrouw Vink wordt alom geprezen om haar groot en nimmer afladend enthousiasme, haar kundigheid en haar collegialiteit. En uw zuster schreef ons een prachtige brief. Leonie maakt de wereld een beetje mooier door wat ze doet en wie ze is. Mooier kun je het eigenlijk niet zeggen. Beste Leonie, vanwege uw onberispelijke, voorbeeldige en zeer langdurige inzet voor de wandelsport, mevrouw Vink, en andere maatschappelijke activiteiten, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gelukkigheid. Heel bijzonder. Applaus. En natuurlijk een prachtige man die dat mede mogelijk heeft gemaakt. Dank u wel dat u haar leent aan onze samenleving. To the end, we're friends.
Live as Friends, ik denk dat dat heel mooi is. Zo zouden we allemaal moeten leven. Nu, dames en heren, heb ik een bijzondere dame die ik in het zonnetje zou willen zetten. En ik zou willen vragen of mevrouw Hakimpoer naar voren zou meekomen. Wist u het? U komt een schilderij onthullen. De vergadering bij de gemeente, dat bij vergaderen zoveel, dat kan altijd. De vergadering bij de gemeente. Ja, dat denk ik dat die woord gaat. En toen dacht ik, van wie gaat het dan? Ja, nog steeds? Wie is er hier? Wie is er vandaag hier? Die man, hè? Carlies, kunt u hierbij komen staan? Waar is uw man? Ja. Parvis. Ah, oh, hier bent u. Hallo. Lukt het? Ja? Ja. Gaat u lekker bij jassen. Je mag een jasje even uit doen. Ja. Ja, vrouwen zijn, dat zegt de mevrouw tegen de man en dan zal ik daar nog even een jas hebben. Dat is duidelijk. Mevrouw Hakimpoer. Uw familie is hier. U hebt ook een dochter, u hebt een zoon. Die zijn er niet. Ja, die wonen in het buitenland. Jochem, 50, en Paul, 41, wordt in Amerika en in Duitsland. En als er nou zoiets is als een onderstreping van al het werk wat u gedaan hebt, wat zou het toch bijzonder zijn als ze hier aanwezig zouden zijn? Ik ben een soort Robert de Brink. Ik ben, breng families bij elkaar. Love is in the air. Mag ik Paul en Joke vragen of ze hier zijn? Ja. U hebt veel betekend, mevrouw Hakimpoer, in alles. Ik heb prachtige, mooie brieven mogen ontvangen. Ik heb gezegd hoe lang zo'n lijst gaat, maar dat was gewoon prachtig. Sinds jaar en dag, mevrouw Hakimpoer, Tini mag ik wel zeggen, bent u vrijwilligster in de Rooms-Katholieke Edith Stein parochie hier in de Rijpelberg in Helmond. Vol enthousiasme en met verve coördineert u daar de kerkpoetsploeg en werkt daarbij zeer ijverig mee. Mede vanuit uw gedrevenheid en de geloofsovertuiging zorgt u altijd dat de kerk spik en span eruit ziet. Dat hoort erbij. U voelt zich daar zeer belangrijk voor. Zeer belangrijk dat de parochie er goed voor staat. Mevrouw Hakimpoer, u zet zich al sinds 2003 belangeloos en vol overgave in voor de Stichting Vluchtelingen als Naasten. Stichting Vluchtelingen als Naast in Helmond helpt jaarlijks zo'n 50 vluchtelingen die niet of nog niet gebruik kunnen maken van reguliere voorzieningen. U maakt deel uit van het kernteam dat de begeleiding verzorgt van de cliënten en u bent de rechterhand van de coördinator. Daartoe, mevrouw Hakimpoer, heeft u een zelfredzaamheidsproject opgezet binnen de stichting en begeleidt het sinds jaar en dag. U werkte ook als tolk binnen de stichting. De stichting biedt naast begeleiding ook hulp
bij de toegang tot medische en juridische voorzieningen, welzijnsactiviteiten en zo nodig ook onderdak en voedsel. Mevrouw Hankie Boer, mensen uit uw omgeving noemen we u een bijzondere, actieve, positieve en een betrokken kracht met een enorme, passionele inzet. Vanuit deze competenties activeert u veel cliënten tot participatie. U bent bij wijze van spreken 24 uur per dag inzetbaar. Mevrouw Hankie Boer is een onmisbare, verbindende schakel binnen de Stichting Vluchtelingen als Naaste. Cliënten, vrijwilligers, de coördinatoren van het bestuur zijn vol lof voor u. Lange tijd was u daarnaast ook nog vrijwillige boodschappendienst bij de Stichting SPO, Stichting Welzijn Ouder in Helmond. Later bent u zelfstandig de wekelijkse boodschappendienst op donderdag gaan doen. U begeleidt ook wekelijks ouderen naar artsen, naar het ziekenhuis of naar een therapie. Als mevrouw Hankie Boer ergens voor gaat, dan gaat ze ook echt ergens voor. Klopt het? Moet er iets gedaan worden of geregeld worden? Tini doet het. Bijvoorbeeld de verhuizing van de Stichting Vluchtelingen als Naaste. En soms zelfs wel heel actief en voortvarend. De bedden en alles waren helemaal afgebroken en toen moest er nog iedereen slapen. Zo, het was al weg. Nooit zal ze verstek laten gaan. Ze is toegewijd, veel eisend voor zichzelf. Voor onze hedendaagse maatschappij zijn mensen zoals u onmisbaar. Het heeft daarom ook mevrouw Hankie Boer verhoor bevoerd. Zijn de majesteit de koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gelukgewenst en zo gegund. Proficiat. Deze vrouw staat natuurlijk ook een man die dit allemaal mee mogelijk heeft gemaakt. En die gaat er een prachtige bos mee. Mevrouw Hankie Boer zei nog even naar u als kinderen dat ik dit mogelijk heb gemaakt. Dat is natuurlijk niet ik het mogelijk heb gemaakt, maar dat jullie dit hebben gedaan is onvergetelijk voor haar. Dat u dit moment van erkenning ja, dat is niet te pakken. Ja. Zo, we herpakken onszelf weer een beetje. Maar ik vind het ook mooi, daar mag ook emotie bij zijn. Dan, dames en heren, ga ik naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis ons elke week. Het gaat over iemand die zonder de inzet van van deze persoon. Voor het Elkalik ziekenhuis, wat die betekent heeft voor patiënten en de ontelbare vervoerbewegingen die daar gedaan zijn. En dan heb ik het over meneer Manfred Spiller. Meneer Manfred Spiller. Ze gingen daar opstaan, ja, ik zag het. Ik denk, hij komt toch vandaar. Komt u maar naar voren, Manfred. Had u nog niet gezien dat ze allemaal zagen? Zo, een heel gezin is er, hè? Ik heb wel eens ooit een karretje gezien, hoe ze was. Had u die niet zien zitten? Voor wie kwam u eigenlijk? Of niet, daar zegt u niets van. U zegt u niet voor wie u kwam. Maar waarom dat? Oh, wat een baas. Die zat in het complot. Tot nu toe wist u niet dat het over u ging. U bent totaal overvallen. Ik zie het al. Ja.
Nee, dat geeft helemaal niks. Nee, dat is, daar kan ik ook even dit erbij. Ja, hij is ook ziek en is net uit zijn bed gekomen. En ik denk dat, we houden daar gewoon rekening mee. Hè? Maar het is, zijn wel die hele mooie momenten. Die, ik kan dit lintjesrekening niet uitstellen. Dus en zij zijn er al een jaar mee bezig om u vandaag hier in het zonnetje te zetten. En dat gaan we wel doen. En ik denk dat er ook alle reden voor is om dat te doen. De kinderen, kleinkinderen, daarachter zitten ze allemaal. En dat is prachtig. Ik denk altijd, ik vind het wel heel mooi om te zien dat mensen die je zo in het zonnetje zetten, zichzelf zo in de samenleving hebben ingezet, altijd geëmotioneerd worden als het over hun eigen kinderen gaat. Dat is echt, want die zijn er dan, dat doet heel veel dat u er bent, dat u er gewoon met elkaar bent. Want dat zijn de mensen die vaak het dichtst bij staan en dat is heel mooi om te zien. U staat hier nu toch, meneer Manfred. U bent al ruim 25 jaar vrijwilliger in onze Helmondse Elkelijk ziekenhuis. U verzorgt daar met vele vrijwilligers overigens het patiëntenvervoer. Verpleegkundigen worden hiermee uitstekend geholpen. U hebt er al eens een vrijwilligerspenning voor gehad, heb ik begrepen. U bent daar ook nog trouw gastheer en u vervoert hulpbehoevenden ook naar de parkeerplaats. Ja, en dat doet u volgens mij in zijn golfkaartje. En dan vraagt u aan mij wel eens, wilt u er ook in zitten? Ik ben wel niet hulpbehoevend, maar dan zit je wel goed. Dus uw inzet in de afgelopen jaren is groot en intensief te noemen. Bij de Helmondse voetbalvereniging Helmond Noord en later Oranje Zwart heeft u tot 1990 heel veel vrijwilligerswerk gedaan. U was actief als bestuurslid, wedstrijdsecretariaat, een begeleider van de jeugdteams en daarnaast deed u heel veel bouwactiviteiten, onder andere de accommodatie en u verzorgde ook het onderhoud en de beleidingen van alle velden. U was ook nog gediplomeerde scheidsrechter. Van 1997 tot eind 2017, meer dan 20 jaar, ondersteunde de heer Spiller de activiteiten bij de liederentafel, het akkoordje in Helmond, op technisch gebied. Dat moet ik erbij zeggen, hè? Technisch. Kunt u wel zingen? Nee. Waarom moest ik zeggen op technisch gebied? U zorgde voor het transport, het opbouwen, afbreken en de begeleiding van de geluidsinstallatie van dit zang- en muziekgezelschap. Meer dan 600 optredens heeft u succesvol verzorgd. Ga er maar aanstaan. Binnen de stichting Vierwinden in Laarbeek, nu gaan we naar Laarbeek, doet u sinds 2013 de techniek bij de repetities en de maandelijkse optredens voor de oudere medemens. U draagt hiermee bij aan de verbinding tussen de vier kernen van de gemeente Laarbeek: Alerik, Stadbeek-en-Dong, Lieshout en Mariahout. Voorts was u destijds vrijwilliger bij de Helmondse Filmhuis en receptionist bij het zorgcentrum De Eeuwshuis. De heer Spiller heeft gedurende zeer lange tijd zeer veel uren voor de Helmondse gemeenschap onbaatzuchtig ingezet. Er schreef iemand mij een brief. Zelden in mijn leven ben ik een persoon tegengekomen die zo pro deo dienstbaar was en is voor onze samenleving. Hoe mooi kan je het omschrijven? Vanwege deze voorbeeldige en zeer langdurige inzet heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u, meneer Spiller, te benoemen als lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Als u het afwas, u nooit thuis? Nee, dat is nooit thuis. Nou, het zou een goede huwelijk zijn, denk ik. Ja. Ik zie de achterkleinkinderen zelfs zitten. Dus het is niet alleen de kinderen, de kleinkinderen. En toen zei hij, hammer, ik heb het wel gezien. Dus hij wist het wel. Nee, hij zag hem net zitten, denk ik. Dus dat is heel mooi. Dan, dames en heren,
kom ik bij nummer 4 vandaag. En dat gaat over de heer Fred Bijsterveld. Heer Bijsterveld, bent u er? Ja. Oh, ja. Ik denk, mevrouw Els is er ook, dacht ik. Komt u ook? Ja, hallo, hallo. Heb je er zin in? Ja. Ja, hè? Wie moest u rondleiden? De provincie zou komen, die zou hier rondleiden. Ja, ik dacht, ik heb er zin in. Ik doe mijn 3D pak aan. Ja, en toen kwam ik een beetje naar voren staan, want dat is een keer. En toen kwam u hier. Dat is niet de provincie. Een rare provincie. Ja, dat denken we wel eens. Dat zou deze ook. Maar dat is, en toen dacht hij, als het maar niet over mij gaat. Maar toen voelde u wel aan, hè? U voelde het aan. Ja. En wat doet het u met u? Ja, heel veel, hè? Ja, dat is echt heel mooi, toch? Ja. De vrouw staat erbij en die houdt u echt wel vast. Want ook uw dochters Louise en Esther zijn hier met de kinderen, kleinkinderen, die zitten hier ook allemaal. Dat is prachtig. U gaat er maar eens even goed voor staan. Sinds begin 2000 zet u zich zeer actief, onbaatzuchtig en gedreven in voor onze stad Helmond. Onze stad, hè? Ja, trots op, heel fijn. Voor vele evenementen in de stad was en bent u ongekend belangrijk. Uw inzet speelt zich met name op de achtergrond af. U bouwt decors, u bent technische man bij de inmiddels landelijk toonaangevende evenementen Het Kasteel van Sinterklaas. Ook vervulde u jarenlang de rol van Zwarte Piet. Ja, toen kende ik u niet. Echt Zwarte Piet, als het dan is. Bij de succesvolle Kasteelpleinconcerten in Helmond in de zomermaanden bent u wekelijks druk in touw. Een belangrijke bijdrage levert u in de intensieve opbouw- en afbraakwerkzaamheden. Iedere week komt u dan weer terug. Gedurende het hele jaar zorgt u voor onderhoud en controles van het fietsrondje van Helmond. 45 kilometer. En u faciliteert vele evenementen om dat fietsrondje heen. We zijn weer begonnen afgelopen zondag, hè? Ja. Oké, maar zondag was wel heel druk. Sinds 2019 speelt u een belangrijke rol in alle mogelijke promotie van onze weekmarkt in Helmond. De beste van heel Nederland. Zijn tomeloze inzet voor de Helmondse marktpromotie wordt alom geprezen. Dit wordt door vele marktkooplieden en bezoekers van de zaterdagmarkt enorm gewaardeerd. De heer Bijsterveld droeg en draagt tevens bij aan vele, vele activiteiten en evenementen, waaronder de eenmalige veel ook voor Helmond Marketing. Een greep uit deze activiteiten. Het grote Ridderfestijn in 2012. Het Chinese Nieuwjaar in Helmond, Den Bosch, Breda was erbij. Kunstfestival 18. De verkiezing van Moeder van het Jaar. Activiteiten bij de Koopzondagen. Sinterklaasactiviteit in het centrum. De avondwandelvierdaagse. Ja, ken, ja, samen appels uitdelen, dus hij kent ze zo langzamerhand allemaal. Het winterfestijn, u was er altijd bij. Beste Fred, jij zorgt er daarbij vaak voor dat de artikelen die dagelijkse behoefte hebben, overblijven, dan weer doorgaan naar de Stichting Hart voor Minima. Dan brengen ze daar weer naartoe voor mensen die het heel hard nodig hebben. Onlangs kreeg je bij je werk ook nog eens een verkeerspaal op je hoofd. Heb ik begrepen, en na een tijdje koelen met natte handdoeken viel de schade een beetje mee. Ja. Daar bent u allemaal op. Oké. Fred gaat gewoon altijd door wat er gebeurt. Dat is ook tekenend voor de betrokkenheid van Fred voor de stad van Helmond. Zijn stad, onze stad. Fred kan zeer direct en kritisch zijn, maar alles voor zijn stad. Fred staat altijd voor je klaar en is enorm behulpzaam. En heel sociaal. En als je weggaat, is standaard zijn slotzin: jongens, ik wens het jullie. Wat weten we niet, maar ik wens het jullie. Ik heb me laten vertellen dat uw kinderen en kleinkinderen inmiddels ook zover hebben gekregen om zich ook vrijwillig voor de stad in te zetten. U zet de generaties weer door. Zij zijn ook alweer actief voor de stad.
Vanwege uw jarenlange betrokkenheid, trouwe en zeer intensieve inzet voor onze stad, heeft het meneer Pijsterveld. We kunnen hem niks aan doen. Zijne majesteit de koning behaagt u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gelukkig. Mooi om die emotie met elkaar te zien en te beleven. Dank je wel. Prachtig boeket bloemen. Dank u wel dat wij de stad hem zo mogen nemen. Dank u wel. Dames en heren, dit zijn de prachtige decorant. Oh, daar is wel een zwarte fiets. Komt u maar hoor. Krijgen wij nog een cadeautje. En volgens mij, ja die komen uit Spanje, maar volgens mij komen die ook uit de familie. Klopt, hè? Zit er ook een cadeautje in die tas, in die zak? Ja, zit erin? Ja, nee. Wat is een zwarte piet zonder pepernoten? Helemaal super. U kent ze wel? U kent de zwarte pieten? Ja, komt er wel mee. Dochter en kleindochter, fantastisch. We gaan zo meteen een oranje bittertje drinken. Een oranje bitter is een beetje traditioneel. We houden met elkaar van de traditie. Dames en heren, hier zitten sterren van onze samenleving. Als wij zijn nu in de Gaviolizaal, wat zou het mooi zijn? En natuurlijk, ik hou gewoon van die orgels, dat houdt het leuk. Dus is het fantastisch als wij nu, als wij het oranje bitter hebben, dat we gaan staan en naar het Wilhelmus luisteren via de orgels. Mag ik vragen of u gaat staan? Zou de kinderen van mevrouw Hamp ook erbij nemen?